Nee, geen Van Gastel. De boodschap van de fans is duidelijk. Er wordt gesproken door sommige NAC-supporters dat het een Bredanaar is, dat klopt. Maar het is geen NAC-man. Van Gastel speelde in de jaren 90 lange tijd voor aartsrivaal Willem II en is nu assistent bij Feyenoord. Nog zo'n club waarvoor de Bredaanse fans weinig liefde voelen. Toch is dat voor de supporters niet het grootste bezwaar tegen de mogelijke komst van Van Gastel. Sommige NAC-iconen zijn in het verleden hier via de achterdeur weggegaan, zoals Goedelje, Lokhoff, Karelsen. En wij verwachten dat er nu een ervaren trainer voor de groep komt te staan die de jonge spelersgroep eindelijk een keer aan het voetballen kan krijgen. Tot het moment dat NAC een vervanger heeft gevonden voor Goedelje staat interimcoach Erik Hellemons voor de groep. Om te beginnen komende zaterdag in de degradatiewedstrijd tegen ADO Den Haag.